ik ik beginnen vertellen, Roos. De okay. eerste foto. Oké, okay, deze is familie Thijs. Het kleinste jongetje is Leon. Het kleinste meisje ben ik, dus Roos. De grootste jongen is papa. En het grootste meisje is mama. Dit is ons huis. We is bij het bos. En uh, als je in het bos woont, is het altijd een beetje anders. Moet je, de, moet je de was met je hand doen? En well, is dit de wasinstallatie? Ja. En dit is Leon. Leon was in het bos aan het spelen. En tot haar papa roepte... Tot zijn papa roepte, kom Leon, we gaan eten! En mama kwam. Iedereen staat alle al aan tafel behalve Leon. De Leon was nog in het bos. Ik kwam een boom tegen. Waar, boom, wil je alsjeblieft aan de kant gaan? Poppert de Leon, maar de boom ging niet aan de kant. Ja, aan de kant! Schreeuwde Leon en begon er tegen te stampen. De Leon begon te zitten. Alsjeblieft, boom, ik Eten. Dus Ros ging hem gaan zoeken. Ging de deur uit. Waar in het bos. Zeg Leon zitten. En die vond Leon. Nu gingen ze samen terug naar huis. Waar waren thuis. Maar het eten was op. Dan mag ik verder de was doen? Terwijl Roos en Leon aan het slapen waren. Zijn die nu gaan slapen zonder eten? <tie> ik heb wel een beetje kunnen eten, ja, Leon. Niet. Leon was verdwaald door een boom. Ah ja, deze. Dus, yep. omdat Leon verdwaald was en de boom niet opzij wou gaan, was Leon te laat voor het eten en is dus hij zonder eten moeten gaan slapen. <tie> Dat was dan het verhaaltje voor vandaag. Daag!